Het overlijden van Jong Min Kwon is bij zijn vrienden als een klap aangekomen. Dinsdagavond werd de overleden Koreaanse man in het galgenwater gevonden. Een goede vriend kan het nog steeds niet geloven. Ik voel me heel erg gelukkig en heel erg bevoorrecht dat ik gewoon met hem vrienden ben geweest en dat ik hem zo vaak heb mogen zien en met leuke dingen met hem heb mogen doen. En we gaan hem als vriendengroep en iedereen gaat hem gewoon heel erg veel missen. En we kunnen gewoon niet geloven wat er is gebeurd. Jong Min was hele blije, altijd vriendelijke, hele open jongen die altijd in was om iets leuks te gaan doen en altijd zijn vrienden zoveel mogelijk wilde zien. Jong Min studeerde in Leiden en was bijna klaar met zijn stage bij LG. Hij zou komend weekend teruggaan naar Korea om zijn studie daar uiteindelijk af te ronden. Samen met vrienden is Nels een actie gestart. Hij roept getuigen of mensen met videobeelden op zich te melden bij de politie. Geef het vooral door. Bel de politie op 0900 8844. En daar kunt u uw tips of informatie doorgeven. En alles wordt zeer op prijs gesteld.